Wat is er nou fijner dan wandelen over de hei in het voorjaar? Een beetje fluiten omdat het mooi weer is. En genieten van de bloemetjes die zomaar buiten staan. En dan zie je midden op de hei struikjes met een hek erom. Beetje raar. En als je goed kijkt, zie je hier hetzelfde struikjes met een hek erom. Een paar jaar geleden graasden hier geiten en die vreten letterlijk alles, ook jeneverbessen. Om deze zeldzame struik te beschermen zijn er toen rasters geplaatst. En dan gebeurt er dus dit. Op de heide waar niet gegraasd wordt ontstaat bos. Heides in Nederland worden al eeuwenlang begraasd en dan houd je een open landschap. Niet grazen op de hei betekent onherroepelijk bos. Op de hei moet dus echt wel gewerkt worden, maar met zalig niets doen op een oude boomstronk krijg je dit.